Er kwam maar een pakketje binnen. Ik weet niet of jullie van de week, ik weet niet hoe lang dat geleden is, een week of zo. Goedemorgen, het is maandagochtend. Het gaat iets beter, maar nog niet zo goed als dat ik had gehoopt. En ik heb echt het allerliefste kind van de wereld. Er stond net een ontbijtje voor mij klaar. Hoe schattig. Oh, heerlijk muziekje. En ik moet boodschappen doen. En ik heb zo geen zin om weer te gaan lopen, want ik weet dat het gewoon elke keer zo'n pijn doet. Dus ik wil eigenlijk gewoon in de auto blijven zitten. Maar goed, ik moet ook gewoon naar huis zo. Oh. Ik kreeg ook nog zoiets liefs. Dit is van een van de mama's, haar dochtertje, nog voor mijn verjaardag. Maar die is nu pas bij mij. Ik kreeg een zelfgemaakt kaartje van Lisa. Echt zo schattig. Kijk dan. Hier word ik zo blij van dit soort dingen. Ook lekker ondersteboven. Geniaal vind ik dit. En toen bedacht ik me, als ik toch nog niet lekker loop, laat ik dan nu gaan editen, want ik lig best wel achter. Gewoon te veel leuke dingen gedaan. En dan doe ik elke keer een vlog editen, dus laat ik me renderen en dan doe ik even kort wat in huis. Want lopen doet nog best wel pijn. Maar dan heb ik toch wat gedaan en dan heb ik mijn edit allemaal bij. En vanmiddag na school gaan we langs mijn ouders. Sarah gaat bakken met mijn moeder. En dan wil ik eigenlijk de auto daar even stofzuigen, want hier kan dat niet voor de deur, maar mijn ouders wel. Dus even aan mijn moeder vragen of dat kan. Maar die moet echt gedaan worden ook. Maar ja, het is niet echt de allerbeste timing nu, maar ik vergeet het elke keer. Dus ja, dat is de planning vandaag. One down, three to go. Ik ging net beginnen aan de tweede vlog van vandaag editen en er kwam er een pakketje binnen. Ik weet niet of jullie van de week, ik weet niet hoe lang dat geleden is, een week of zo, de vlog hebben gezien. Daar was ik me aan het opmaken en mijn concealers. Ik kan ze nog steeds niet vinden. Ze moeten er echt zijn, want ik wist dat ik ze nog had. Maar die waren er niet, dus ik denk ik bestel even een nieuwe. Dat is deze. Ik hou van deze concealer en Coolestar komt uit Italië. In Italië hebben ze een wat gelige huid en dat heb ik ook. Dus deze kleur, dat is deze. Deze is altijd zo mooi op mijn huid. Want ik vind heel veel merken, dan wordt het zeg maar een beetje oranje. Mijn concealer zit ook niet heel mooi nu, want ik heb echt moeten schrapen. Dus ik heb een nieuwe. Ik ben helemaal happy. En toen zag ik ook deze. Dit is dezelfde kleur. Ook van Coolestar. En dit is de Corrector Filler. Filler Concealer. En ja, ik krijg toch wel wat lijntjes rondom mijn ogen. En deze zou dat vullen, zeg maar. Dat je het niet ziet. Dus daar ben ik wel echt mega benieuwd naar. Dat is deze. Als die scherp wil stellen. Nou, je ziet heel veel weerkaatsing. Dat is dit doosje. En die zou daar dus tussen moeten gaan zitten. Nou heb ik geen BB-cream op vandaag of iets. Dus ik ga gewoon een heel klein beetje uittesten. Ik ga even mijn vinger snel. Kijk, dat ik mijn eyeliner er niet afsmeer. Ik krijg wat zo raar. Dus ik denk, kijk zo raar. Er zit natuurlijk een schermpje boven mijn lens. Maar deze zou dus moeten vullen, zeg maar, waardoor je niet van die witte streepjes in rimpeltjes ziet, maar dat hij het juist vult, dat je dat niet ziet. Dus misschien stap ik van mijn geloof van die ander af en ga ik deze voortaan gebruiken. Maar die ander wilde ik sowieso, want die gebruik ik sowieso wel. En ik denk, ze hadden deze in meer kleuren, want van deze, dit is kleur 2. Ik heb altijd 1, 2 en 3. 1 had ik nog wel, maar die is heel licht. Die is echt veel te licht nu. En dan kan ik ook altijd ertussen mengen. Volgens mij vind ik hem wel heel mooi zitten. Als ik hem vergelijk. Wacht,
wacht even. Dan doe ik die ander. Doe ik mijn andere oog. Dan heb ik maar even ongelijke make-up vandaag. Maar om een verschil te zien. Deze, dit is echt een stick. En die andere is dus vloeibaar. Deze smeert meer alsof je een soort lipstift over je uitsmeert. Ik heb altijd van mezelf vrij donkere kringen hier gehad. Ik moet zeggen dat ik het in dit schermpje, ik weet niet of jullie dat zo zien, maar in mijn schermpje zie je dat echt heel erg. En dat heb ik echt van kind af aan al. En welke crème ik ook gebruik, het trekt nooit helemaal weg. Ook nog een heel klein beetje dan daar extra aan leggen. Ik ga daar ook langs mijn moeder, dus ik denk dat ik ook even haar vraag welke kant ze beter vindt. Dus dan heb ik rechts de nieuwe en links de oude. Ik vind deze wel iets beter dekken dan deze. Of lijkt dat maar zo. Zo even boven, daar heb ik een goede spiegel aan. Even kijken. Maar ik hou echt van concealer. Het licht, het weet niet. Ik ga zo even goed kijken. En als ze me vallen, bestel ik dus ook kleur 3. Zeker van de zomer, dan word ik steeds weer wat bruiner. En dan, of ik mix 2 en 3. En als dat dan weer te licht wordt, dan gebruik ik helemaal 3. En ik heb dus eigenlijk zeg maar 1, 1,5, 2, 2,5 en 3 dan door het mengen. En ja... Echt, ik ben zo fan van Collistar. Echt, ik zweer erbij. Oh, het is zo heet in de auto. Buiten is lekker. Oh, nou is die weer zo heet, die bril. Maar even hier houden. Oh, die airco zo gelijk op zijn hoogst. Maar dat duurt ook nog even. Ik ga Sarah ophalen uit school. Ik heb 2 vlogs klaar met editen en geüpload klaarstaan. En 2 vlogs, daar stonden de beelden nog niet van op mijn computer. Die heb ik erop gezet. Ik heb een was gedraaid. Een was opgehangen, een was gedraaid en die ook opgehangen. Vaatwasser ingeruimd, gestofzuigd. Weet ik veel allemaal. Mijn been doet echt, in ieder geval mijn lies, doet echt heel erg pijn ook nu. Maar goed, het moest toch allemaal gebeuren. Oh, was net zo stom. Ik loop naar de auto. En is een klein meisje op een loopfietsje. En die zegt heel leuk, hoi. Dus ik zeg, hoi. En ik zwaai naar haar. En die ouders, die kijken me aan. Echt zo van, waarom praat je tegen mijn kind? Dus ik heb echt zoiets, nou, serieus? Moet ik toch een kind negeren? Ik kan dat niet. Ik ben altijd vriendelijk tegen kinderen terug. Maar echt die blik van die ouders, maar ook echt allebei. Terwijl ze liepen niet eens naast elkaar, ze liepen achter elkaar. En ik geef gewoon een meisje... normaal antwoord. Maar schijnbaar was dat echt niet goed. Dus ik stond een beetje met mijn mond te tanden, maar hè? Ja, ik weet het ook niet. Ik weet wel dat de airco nog niet zijn werk doet en dat ik echt voel dat ik uit mijn kleding ga zweten. Je rijdt in een woonwijk, meneer. Ja, even tussen de auto's doorgeschaced met weet ik veel hard. Echt, sommige mensen, ik snap dat niet. Ik word er wel altijd heel link van. Dat ik denk, rij normaal. Spelen hier kinderen, staan auto's, andere automobilisten fietsen. En dan ga jij echt weet ik veel hard er doorheen rijden. Terwijl je niet eens kan zien of het verkeer komt. Top, zeer verantwoord. Sorry, ik kan er heel slecht tegen. Net als mensen die geen richting aangeven. Echt, zeker op een rotonde. Hoe klein is de moeite? Wat ben jij? Team, het interesseert me helemaal niks of mensen richting aangeven. Of team, echt, ik word net zo pislink als jij als mensen geen richting aangeven. Laat het Jonne weten. Ah, kijk hoe schattig waar ik langs loop. Het is echt mooi. Kijk of ze iets dichterbij kan halen. Die linkerzwaan vindt me niet heel leuk. Die houdt me heel strak in de gaten. Verkeer. Kijk, hoe cute. Ze zijn echt mooi. Geweldig. Kijk hoe lekker. Dit heeft Sarah gemaakt. Bas is bij me langs, die niet scherp is, maar die is heel gezellig op zijn telefoon. Altijd, hè? Altijd.
Wat altijd. En Bas is trots, want hij heeft een nieuw t-shirt gekocht. Heb je helemaal zelf gedaan? Kom ik nu in de blog. Vlog. 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 Sorry. Ja. Okay. Hey, het is voor het eerst dat je één ding niet zegt. Ja, ik wil niet in de vlog. Ja, dat zeg je altijd. Altijd. En ik ga nu vlog 3 van vandaag renderen. Dan hoef ik er nog maar één die van gisteren en dan ben ik weer bij. Maar ik kan pas editen als deze klaar is. Want mijn computer kan niet en renderen en editen tegelijk. En aangezien mijn vlog nu toch staat te renderen, ga ik het nieuwe seizoen van 13 Reasons Why kijken. Ik ben echt heel erg benieuwd. Oké. Zowel van mijn serie kijken als van die laatste vlog editen is weinig langsgekomen. Want Denise was hier even nog gezellig. Ze hebben even gezellig zitten kletsen. En daarvoor was Basten natuurlijk. Normaal zit ik altijd wel wat te eten 's avonds. Maar ik ben zo bezig geweest dat ik heel de tijd ook niet over had. En dat is echt heel laat al. Maar ik heb nog niks gegeten. En dan gaat Denise weg en dan zit ik naar bed. En dan voel je echt in mijn maag dat je denkt, ah, ik moet echt wel even wat eten. Dus ik krijg gewoon even een paar aardbeidjes. Wel even gezond snacken. Want ik heb echt te veel ongezonde dingen gegeten de afgelopen maanden. En dat merk ik te veel aan mijn kleding. Dus dat moet ik echt heel veel minder gaan doen nu. En ik ga dus aardbeidjes eten. En ik hou van aardbeidjes. Oh, mijn lekkere midnight snack. Goedemorgen. Ik ben gisteren gewoon vergeten de vlog af te sluiten. Ik had gegeten en ik had echt zoiets. Ik ga snel naar mijn bed, want het werd te laat. Dus bij deze nog even snel de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Ik hoop je morgen weer te zien. Doei doei!